We hebben gelukkig goed weer. Ik zag gisteravond een buienradar en ik dacht, oh oh, dit waren allemaal paraplu's, maar het valt gelukkig wat mee. Dus daar moeten we dankbaar voor danken. Beste kinderen van de Groening en Mini-Mini. Ouders, collega's, andere belangstellenden, van harte welkom bij het officiële en feestelijke begin van de nieuwbouw van de brede school De Groenling. De palen worden geslagen. De basis is het belangrijkste van het gebouw. De brede school wordt nu eindelijk een feit. Wij, kinderopvang Inimini, zien uit naar de prettige samenwerking met de Groenling. En wensen namens al onze medewerkers, de gebruikers, maar ook zeker de bouwvakkers, heel veel succes en plezier toe met het realiseren van dit gebouw. Dank jullie wel. En bij één lijstje zo los, daar ga ik. 5, 4, 3, 2, 1. Het is de bedoeling dat deze koker straks in de kruipruimte in het zand gegraven wordt. En straks als de school na heel veel jaren misschien ooit weer eens wordt afgebroken, dan kan de huidige, die generatie kan dan lezen hoe de kinderen van de Groening in 2014 over school en over de toekomst gaan. Ik zal een paar dingen voorlezen. Ik hoop voor de kinderen die de nieuwe school wel meemaken, dat ze een leuke tijd meemaken en ik hoop dat het een prachtige school wordt. Op deze, hallo toekomstige wezens, hier is nu alles groen en er zijn bomen en er zijn schoolboeken en schriften en, let op, levende leraren. Muziek en gamen is in, datum 24 april 2014. Hallo, ik zit op TNS De Groening, deze school is erg leuk. Het leukste waar we nu mee werken zijn computers. We leren erop en soms mogen we een spelletje doen. Ik zal het leuk vinden wanneer iemand dit vindt. Dan weet hij of zij hoe het er in 2014 uitzag. We betalen nu met euro's en hebben nog levende juffen voor de klas. We rijden van huis naar school op een fiets en we nemen een rugzak mee met drinken en fruit. Hoe zien onze klassen eruit? We hebben een tikibord, schriften, tafels, computers, pennen, klokken, een plafond hebben we ook, een verwarming, koptelefoon, zonnescherm en, let op, last but not least, luizenzakken. We hebben nog even een gesprek met de directeur van CNS De Groenling, de heer Dirksma, en Gabby Holtland van Inimini, oftewel de kinderopvang. Het was een heugelijke dag, want het was niet de eerste paal die geslagen werd. Er zaten er al een aantal in, maar wel een speciale. Het was een feestelijke paal. Het was een mijlpaal van een heipaal, zal ik maar zeggen, voor onze school. Dat we al meer dan 10 jaar bezig zijn om een nieuwe school te krijgen. En je merkte ook aan de kinderen dat het een feestelijk gevoel was, want nu is eindelijk zover dat de school ook een begin heeft gemaakt. Ja, dat klopt. Ik heb denk ik vanaf 2006 heb ik tijdens elke informatieavond van de ouders wel over de nieuwbouw gehad. En dan zou het gebeuren en dan zou het nog eens gebeuren en nu gaat het dan echt gebeuren. Dus we zijn er ook echt aan toe nu. Het is een grote school. Ik zag in ieder geval van een groot aantal kinderen wat hier vandaag allemaal was. Maar is er nog uitbreiding mogelijk? Want u gaat naar een nieuwe wijk toe. Ja, we gaan naar een nieuwe wijk toe. De school wordt eerst gebouwd met 12 lokalen, 9 beneden en 3 boven. En er is nog mogelijkheid tot uitbreiding met 2 lokalen. En dan komt Inimini komt er natuurlijk bij. Zit ook nu al op Groenendaal. Betekent wel van ook zij verwachten een uitbreiding? Ja, in principe wel natuurlijk, want je merkt nu wel dat we al heel veel aanmeldingen krijgen omdat de nieuwe school wordt gebouwd. Dat mensen dan nu al gaan regelen van, oh, als ik daar straks ga wonen, dan wil ik graag natuurlijk naar de Groenling, maar ook naar jullie opvang. Dus wij merken nu al wel dat daar een stijgende lijn in zit, wat natuurlijk hartstikke mooi is. En natuurlijk, ik weet niet, het lesmateriaal, gaat nou straks alles vernieuwd worden? Of wat hier staat, gaat dat weer terug mee naar de nieuwe school? Nou,
ik ga ervan uit, ik hoop en ik denk dat het ook gaat lukken, dat we in ieder geval nieuw meubilair voor de leerlingen en de nieuwe kasten en dat soort dingen gaan aanschaffen. Want het meubilair wat hier staat is nu meer dan 25 jaar oud. Dat is echt afgeschreven. De kinderen kunnen er nog goed op zitten, daar gaat het niet om. Het is ook geen rommeltje, maar het wordt wel tijd dat er nieuw spul komt. Ik ga ervan uit dat de lesmethode, dat hetzelfde blijft. De lesmethodes, die blijven hetzelfde. Natuurlijk zullen die ook in een aantal jaren gaan die vervangen worden, maar dat is de normale gang van zaken, ja. Als we het totaal aantal kinderen hebben met Indimini erbij, hoeveel hebben we het dan? Nou, wij hebben er 100. Dus GroenLing heeft... Wij komen dan rond de 250. Dus dan kom je op 350 kinderen in totaal op de nieuwe locatie. Vandaar dus een grote school. Ja. Nou, wij wensen u heel veel plezier straks. En natuurlijk de voorbereidende taken, die zijn nog heel zwaar. Want voordat het voorjaar 2015 is, dan moet er toch nog wel heel wat gebeuren, denk ik. Dan stroomt er nog heel wat water door de IJssel en er zijn er nog heel veel vergaderingen geweest, dat kan ik u verzekeren, ja. Heel veel succes. Dank u wel.